Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, ROS, heeft 13,9 miljoen SRD gereserveerd om 3 staatslogeergebouwen in Sipaliwini af te bouwen. De directeur van de Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland, FOB, Marlon Cairo, heeft hiervoor afgelopen woensdag contracten getekend met 3 aannemers voor de afbouw en reparatie van de logeergebouwen in Guyaba, Bukitti en Godolo. Dit project was in 2013 gestart. Vanwege gebrek aan financiële middelen waren de bouwwerkzaamheden on hold gezet. Dat geeft Cairo aan. Na afbouw van deze logeergebouwen zal het aangenamer zijn voor mensen uit andere delen van Suriname naar deze dorpen te trekken om te overnachten. President Tjan Santokki en vicepresident Ronnie Brunswijk hebben maandag de goede verstandhouding in de leiding van het land herbevestigd. Ze hebben zich gecommitteerd om langs de lijnen van bestaande structuren, overlegmomenten en speciale ontmoetingen issues die nader besproken moeten worden aan de orde te stellen. Het is verwachtbaar dat over bepaalde beleidsissues, dan wel andere politieke kwesties, verschil van inzicht zal bestaan. Beide bewindsvoerders beseffen dat de samenleving rekent op deze regering om Suriname beter te maken en weten dat ondanks de pijn waarmee dit gepaard gaat, de regering op de goede weg is, zegt het CDS in een persbericht. Tijdens de 7e editie van het Rosebel Christmas Charity Event hebben 10 sociale instellingen een financiële bijdrage ontvangen van de Stichting Rosebel Community Fund. In totaal is er ruim 1 miljoen SRD gedoneerd aan de sociale instellingen. De Stichting Rosebel Community Fund is opgericht met als doel een duurzame toekomst te helpen creëren voor de gemeenschappen rondom de Rosebel-operatie in het bijzonder en de Surinaamse gemeenschap in het algemeen.